opening, hand opening. Hand opening, hoe moet je dat noemen? Ik noem het nooit een hand opening. De telefoon gaat, ik schrik me dood. En ik zei dan, Bob, je laat dat ding rattelen. Nee, zei Bob. Het is midden in de nacht en dan is er wat. Dus ze neemt de telefoon aan. En ze zei met een grote hoop, Piet Bomen, de kantine staat in de brand. Op in de zetten, geen koppen meer, niks meer. Piet Bomen, je regelt 12 vrijwilligers. Je Hans Biels met die stelt zijn woord beschikbaar voor opslag. En is chauffeur op een auto die de aanboord neemt door KLV. Wij kennen alles naar dicht en een afwerkvloer looit er ook in. Zie je, dan kun je zien dat je mooie uitvoerders hebt. Ze kennen de hele winter, kunnen ze mooi binnen de verder werken. Vergaat? Gerrie, ja, die jong. Ja, ik moet het noemen, nou voor de tweede keer, ik heb het al eens eerder gedaan. Maar die gaat gewoon bij alle bovengaderingen zitten. Hij krijgt zelfs geen koffie in. Zit hier in een kantine hier vooraan naar een voetbalwedstrijd te kijken. Had hij nou niet open mee, dus die man die heeft ook al een sleutel. Ga je de hele dag met een leeflap nou? En het laatste wat ik hoorde, hij had een accuboormachine gekocht met 4 accu's. Een paar plurren en steenboorden, door die aan die schilderijtjes en foto's opmaken. Ja, toen op een gegeven moment mij vroegen werd om hier een verhaaltje te houden. En toen zei ik van ja, dat wordt wel heel lastig. Ik ken niet meer namens de gemeente. Maar nou, fijn, we hebben het over gehad. En nou, ik ben eruit gekomen dat ik hier toch een verhaaltje hou. En vooral heel veel sportieve successen. En dat komt wel goed dat ik dit gezien heb. Bedankt en nogmaals succes. Bedankt voor de uitnodiging. Wij willen je feliciteren met deze opening. En fijn dat wij even een paar, we mochten maar een paar woorden zeggen mogen. Wij als buren, aanwonenden, willen je hem graag wat aanbieden op deze gewelddadige dag. Dat kantine de waaien officieel weer in gebruik genomen worden zal. Dus, dan ben ik maar in Fries. Ja, Biersma kreeg tegen, dus ik had toestemming van Biersma om het in Fries te doen. En wij samen binnen wel wend om in een gebouw mijn keertsen en mijn voetbal te zitten. Dus dat loopt me eigenlijk wel zeer dat net alleen een keer. Maar. Nogmaals. Eerst vereniging met dit prachtige gebouw. En dan heb ik al helemaal aan de bovenkant gezocht en de boerenkant. Maar helaas, ik kom in de gelegenheid geweest om alles even te beschermen. Dus dan zijn we dan meer onder de indruk geweest. Het is fantastisch, zeg maar. Zij jennen dik, daar is die vlag ik voor. En het zo ver zijn als nog in die komende jaren die vlaggen erop in en hangt. En dat kennen natuurlijk. En dus daar hebben we al in Jerren Stadium in verzoend. We kregen de uitnodiging van geen vladers inzetten. En Ludwig zei, nou ja, de vladers zijn, dan ben het even over. Dus de skiën en screwers die zullen het vijfst even uitpluzie. En dan jaren we al aan het oorlog. Okay. En daarnaast gaan we het er nooit mee maken. Dat we een schertsen naar maken gaan. We hebben zoveel mensen bij Belutsen binnen. En dat er maar heel weinig commentaar is. Dus iedereen die met dezelfde kant op. Prachtig. Ja, dat waren behoorlijk schrikken op zaterdag 6 juni al op een jaar. De toedoen van Van Dalen waren in 2003 zo mooi gerenoveerde en uitgebreide kantine. En één na. Tegenwoordiger van de Landelijke Bond van Amateurverenigingen. Die de belangen behartigt van vele verenigingen. We hebben een uitnodiging gekregen en ik wil beginnen met de Stichting De Waaier. Hebben jullie een baan voor je? Nou, dat is een shirt. Een shirt